veel succes hebben jullie nodig. Kom maar op. Met de kapbeweging rechts, links. Wat doet ze daar? Dat schiet er vanaf. Oh, wat een... Welkom bij de SC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Dit zijn voor nu de Street Captains. Dus denk jij dat jij met jouw team de nieuwe Street Captains kan worden? Zorg er dan voor dat je gratis lid wordt van SC Straat. Ik laat de linkje in de beschrijving achter. We gaan nu naar de uitdagers en ze komen helemaal uit Groningen. De wedstrijd gaat zo beginnen, maar eerst gaan deze dames zichzelf voorstellen aan de kijkers. Ik ben Nina, ik ben 12 jaar en ik ben de enigste linksboot. Ik ben Yara, ik ben 12 jaar en mijn specialiteit is dribbelen. Ik ben Julie, ik ben 13 jaar, ik voetbal in de spits en mijn specialiteit is 1-op-1. Ik ben Lisanne, ik ben 13 jaar, ik speel centraal achter en mijn specialiteit is verdedigen. Ik ben Megan Brugge, ik ben 12 jaar, mijn positie is keeper en ik ben goed in 1-op-1. Ja, dat is zeker. Jij bent goed in 1-op-1. De tegenstanders staan al klaar, de Street Captains. Hoe mooi zou het zijn dat jullie die banden van ze afpakken na de wedstrijd en dat jullie de nieuwe Street Captains zijn. Kortom, wat is jullie boodschap? Veel succes hebben jullie nodig. Dus het wordt moeilijk. Kom maar op. Het gaat een leuke wedstrijd worden. Mogen de beste winnen. Ho, 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 Sammer, je hoort het. Ja. Ja, wat is uw antwoord hierop? Ja, veel succes gaat niet makkelijk worden. Succes en wij gaan heel erg ons best doen. Kom maar op. Veel succes en het gaat heel lastig worden. Het gaat niet makkelijk worden om te winnen. Goeie hype voor de wedstrijd. We gaan zo beginnen. Ze gaan nog even kort warm worden. En dan gaan we rampen neer. Trouwens, we gaan nu even kijken naar de mooiste 3 goals van de vorige aflevering. Laat weten in de comments hier beneden welke jij het mooiste vond. Niet boven, maar beneden. Ik ben Kieke van Es, verdedigster van FC Twente Vrouwen en de Oranje Leeuwinnen. Wil je net als ik spelen en scoren in de Eredivisie? Zorg er dan voor dat je elke dag bezig bent met voetbal en haal elke training het maximale uit jezelf. Doe dan vooral waar je heel erg goed in bent. Train er extra op, want dat maakt jou uniek. Heel veel succes! Attention, attention. Voor alle meiden in Nederland die nog niet lid zijn van de veldvoetbalvereniging, word lid. We gaan nu beginnen met de wedstrijd. Ik ben de scheidsrechter, maar ik wil dat jullie zoveel mogelijk zelf oplossen zoals we dat op de pleintjes, straten gewend zijn. Dit zijn de regels. Oké, we gaan nu pispoten om te bepalen wie de bal krijgt of zelfs een kant mag kiezen. Kom maar op. Pot, pis, pot, pis, pot. Pis. Oeh. Sammer, nee. Zij mogen kiezen. Wat willen jullie? De kant of de bal? Kant. Kant. En welke kant gaan jullie beginnen? Ja, de Street Captains die hebben tot nu toe 150 euro verzameld. En in deze laatste aflevering van deze serie, want dit is de laatste aflevering van deze serie, kunnen ze nog eens 150 euro verdienen. In totaal dus 300 euro. Voor de uitdagers, als ze vandaag winnen, hebben ze 150 euro in 1 keer. Wie krijgt het cadeau? Heel mooi, heel veel shine en we houden niet van de pijn, maar we gaan wel ons best doen en we gaan chill zijn met elkaar, zoals we dat op de pleintjes gewend zijn. Vorige wedstrijd, geen 1 overtreding is er gemaakt. Groet elkaar zoals we dat op de pleintjes gewend zijn. Ik zie Sammer gefocust kijken en ze denkt, I don't care about the money, I want to win today. Klopt. Ja, ik vind persoonlijk dat we het wel mogen winnen. Je moet het gewoon winnen, niet weggeven de laatste wedstrijd. Tactiek? Tactiek? Mm-hmm. Dat we gaan samen spelen en veel bewegen, net als de vorige aflevering. Jullie hebben fans, jij hebt fans. Wat wil je tegen je fans zeggen? Ik ga speciaal voor jullie winnen. Speciaal voor hun? Ja. Dus je gaat ook geld delen met hun? Nee. Oké. Okay. Wat rijmt er op Rosalie? Doe-za-nie. Goed antwoord.
Wauw. Megan, met welke tactiek gaan jullie het vandaag redden? Oh, je pakt ook gewoon mijn microfoon. Pak maar, hij is van jou. Zo, alsjeblieft. Ja. Kun je ook gelijk het weerbericht doen? Het wordt 5 graden. Nee. We gaan gewoon ons best doen en gewoon 10 goals maken. Oh, precies. En dat is heel mooi, hè? Er is geen tijd. Gewoon 10 goals maken. Het kan 3 uur duren, 2 uur duren. Hoe lang gaat het duren? Niet lang. Maar jullie zijn wel lang. Accepteer de punchline. En zo naar Noah Lang. We gaan nu echt beginnen. Lieve mensen, hebben jullie een scheidsrechter ooit dit zien doen voor de wedstrijd? Nee? Ik ook niet, maar we gaan beginnen. Go! Lina, speelt u in. Isra, die zag daar Summer the Snow vrijstaan. Megan, terug op Nina. Nina, terug op Megan. Dat is gevaarlijk daar. Goed uitgespeeld. Jammer. Goed gedaan door Julie. En dan? Is hij binnen? Is hij binnen geschoten? Dat is de eerste kans van de uitdagers. Mooie shuffle, Isra. Goed gedaan. Hak je achterstambeen van Isra. Lina, inspelen bij Summer. Summer moet snel schakelen. Daar is balverlies. En daar is het eerste schot. Joa wordt serieus getest. Het schot is van Julie. Lina, mooi weggedraaid. Gaat terugkappen. Lina op Summer. Summer. En die gaat schieten. Die heeft een goed schot namelijk. En dan Joa en de bal is uit. Goed ingespeeld. Megan staat daar vrij. En die gaat ook schieten van afstand. Summer, gevaarlijk daar. Balverlies. Volgens mij hebben de streetcaptains in deze serie nog niet één keer achtergestaan. Zou het een mentale tik zijn als ze wel achter komen te staan? Isra. Of Lina. Lina. Dat is een kapbeweging. Isra. En cornerbal. Het is trouwens spekglad. Met de nadruk op glad. Waarom zeg je spek eigenlijk? De enige linkspoot. Nina is de name. Goeie aannames. Gaat schieten. Nee, toch niet. Ze komen helemaal uit Groningen. Ze hebben 3 uur gereisd om hier te komen. 3 uur. Oei. Goal! Lina is de name. Het staat 1-0 voor de Street Captains. Toch geen mentale tik met een achterstand? Je weet het niet. Goed schot van Rosalie. Schot van Rosalie. Dat ziet ze goed. Wat een overzicht van Rosalie. Lina, Isra. Lisanne. Megan, de aanvoedster van deze uitdagers. Gaat schieten. Is Rosalie op Lina. Lina, goed gespeeld hoor. En een goal. Het is 2-0. En het lijkt dat het makkelijk gaat. Dat is absoluut niet het geval. Dat kan je zelf zien. Zo makkelijk gaat het niet. Dit is Lisanne. Met een prima schot. Met ook een prima redding van Joa. Megan koos voor de meest gladde kant. Want zij mocht de kant kiezen of een bal. Ze koos voor de kant. Ik weet niet of dat slim is geweest. Krijgt nu ook de bal. Gaat schieten van afstand. Wow. GoPro dood. Eerst op de lat, dan de GoPro eraf. Wat gebeurt er allemaal? Terwijl de GoPro aan het herstellen is, zijn zij aan het bespreken hoe ze verder gaan. Sam. Nou, ik vind dat het nu wel prima gaat. We kunnen denk ik wel iets meer samenspelen. En we vergeten de hele tijd om van plek te wisselen, omdat ze best wel hard druk zetten. Vind je de tegenstander lastig tot nu toe? Nou, we kunnen als we het anders aanpakken niet. Want we geven veel te veel ruimte dat ze dit kunnen schieten. Ik heb even gespeakt bij de tegenstanders en ze zeggen dat jullie te veel kansen krijgen om te schieten. Ja. Ja. Ik zou zeggen, blijven schieten. Of gaan jullie het nu anders doen? Ja, we gaan gewoon blijven schieten. Ja? We gaan gewoon blijven schieten en er meer onderuit voetballen. Oké, zijn jullie onder de indruk van het niveau van de tegenstanders? Eerlijk? Beetje. Zijn wel goed, hè?
heb je wel een goede kant gekozen, want jij zit nu aan de gladde kant. Dan glijden hun juist uit. Nou, ik zag haar een keer heel hard uit. Maar dan vallen we aan, aan de niet gladde kant, dus dan kunnen wij niet uitglijden. Ik hoorde jullie wel lachen. Jullie staan 2-0 achter. Als je achter staat, moet je toch niet lachen? Nee. Nou, lach je dan? We gaan weer verder. Yes, we zijn weer begonnen. Kijk eens. Oeh, goed ingespeeld, Rosalie. Dat had gewoon de 3-0 moeten zijn. Goed ingespeeld. Lina. Oei, dat is zonde. Een schot, wat een redding. Katachtig met die rechterbeen van haar. Joa maakt geen grappen. Ze wil vandaag de 0 houden. Dit is Julie. Julie, goed overzicht. Megan komt goed vrij, maar oeh, die kap. Wat een schot met links van Rosalie. Joa wou hem bijna in haar handen pakken. Maar dat mag natuurlijk niet. En nu worden ze onder druk gezet. Maar dan kunnen ze er ook weer makkelijk uitkomen. Kijk maar, daar is het glad. Een blok. En Lina. We gaan door. Ik dacht dat hij uit was, maar we gaan door. Achterbal. Oei, zij net. Het is een kwestie van tijd voordat de uitdagers uit Groningen gaan scoren. Zonde. En dan, ja, het is een goal. 3-0. Lina Touzani. Nog 2 goals en dan krijgen we shootout. Kijkt goed over de bal heen. Sammer met een goede aanname. Sammer kan terug naar de keeper. Dat is ook goed gedaan met een mooi hakje. Terug naar Isra. Isra. Gaat schieten. Nee, met een paas. En op de lat weer. En weer. Oh! 4-0. Nog 1 goal en dan krijgen we shootouts. Schot. Wat een redding. Maar daar is Lina. Oeh, over. Dit is Nina met een mooie actie. Ja. Daar is Rosalie. Daar is Lina. Paul. Dit is Isra. Ze gaat schieten. En daar is Lina. Oh, oh, oh. Oei, oei, oei. En dan Rosalie op de paal. Wow. En uiteindelijk de 5-0. Julie, heb jij een bepaalde tactiek voor je shootout? Ja, gewoon scoren. Gewoon, ja, geen tactiek dus. Gewoon op intuïtie. Misleiding. Misleiding? Ja, gewoon haar een verkeerde hoekje laten duiken. Oh, ik dacht misleiding, fake news en zo. Nee. Yo, oké. Je krijgt 15 seconden de tijd voor deze shootout en de tijd gaat nu in. Oh, wat zonde. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Gaan we een gekke AK zien of niet? Als die keeper naar me toe komt lopen, dan ga ik proberen. Oké, goed om te weten. Go! Dus Megan tegenover Isra. Isra heeft een gevaarlijke akka in huis. Maar Megan die blijft staan op haar lijn. En zij denkt, oké, ik heb alle tijd. En dan... Oh, jammer. Misschien heb ik haar wel een beetje beïnvloed. Misschien wou ze helemaal de akka in de lucht niet doen. En heb je het alsnog gedaan. Allemaal mijn schuld. 5-0 nog steeds een score en we gaan verder. 5-0. Ja, een beetje geflatteerd. Want het is niet dat de tegenstanders helemaal geen kans hebben gehad. Ja, het wordt steeds gladder. Stiekem komt de regen door de wind, stiekem dit veld op. Je ziet het daar steeds natter worden. Rosalie, prachtige techniek heeft zij in huis, maar niet alleen techniek, ze heeft ook heel goed inzicht. En dit is Sammer met een schot. Wow! Speelt hem terug op Rosalie. Uit. Ja, ze worden onder druk gezet nu. Ik zou, als ik hun was, hun meer onder druk zetten. Dat zou ik doen. Dit is een mooie actie van Rosalie. Sammer gaat erin en het is een corner. Sammer gaat inspelen. Heel goed. Dat is Lina. Zet haar lichaam er goed in. En dan. Dan. Oh. Tot 2 keer toe, Sammer. Dit is Rosalie. Sammer. Doelpunt. 6-0. Sammer lijkt er wel heel blij mee.
Mooi, ja. Ze verdienen toch wel een doelpunt. Oké, time-out. Wat gaat de fout? Ja, omschakeling. Omschakeling? Is het alleen omschakeling? Wie wil nog meer wat zeggen? Zeg het maar, roep. Geef ze te veel ruimte dat ze kunnen schieten. En pasen. Dat denk ik stiekem ook. Jullie geven ze wel veel ruimte. Moeten we weer korter erop zitten. Ja, ik ben nou net een coach, maar kom, het staat 6-0. Maar het is helemaal niet nodig, vind ik, Julie. Nee, klopt. Heldere taal, ze gaan druk zetten. Gewoon kort erop. Het staat wel 6-0, maar ik zeg je eerlijk, het is niet echt een 6-0 waard. Het is niet dat ze niks in te brengen hebben. Of vind jij dat wel? Nou, wij kunnen veel beter. En ja, ik vind wel dat we verdiend 6-0 staan. Wel soms een beetje geluk, maar we zijn wel beter. Ja, ik vind dat het soms wel beter kan. Ook de passes en doorlopen kan soms ook wel beter. Oh, ze staan 6-0 voor. Ze zeggen het kan nog beter. Jullie zijn gek geworden. Jullie zijn gek. Ga weg. Kom maar. Ja, eens kijken of ze het gaat lukken. Dit is een schot van afstand. Jammer. Dus Lina, al in de aanname weet je al dat ze tot een schot gaat komen. Ja, ik wil ook gewoon dat het spannender wordt. Laat ze die 6-1 maken. 6-3, 6-3. Summer. Ze heeft elke wedstrijd tot nu toe gescoord. Dit is Nina. Oei, oei, oei. Dit bedoel ik dus. Dit moest dan de 6-1 zijn. Trouwens, tot nu toe nog geen enkele overtreding gemaakt. Categorie moet je weten. Sam. Dan terug op de keeper. Speelt hem op Isra. Hoho. Goed gespeeld. En dan. Gaat ze schieten. Wat een schot heeft zij in huis. Dat is niet normaal. En dan Lisanne. Goed geschoten. Dit is Rosalie. Oei. Dit is goed gedaan. Dit is Lina met de kapbeweging rechts, links. Wat doet ze daar? Wat doet Lina daar? Dat kan echt niet. Dat is samba. Tik tak, tik tak, tik tak, trakak. Ik weet niet of hij goed op beeld staat, maar tak, 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 tak. Niet normaal. Kan niet. Dit is Lina. Yara. Uit. Dit is Isra. Goed meegespeeld aan Rosalie. Isra. Kapbeweging, maar daar is Julie. Kom op, Julie. Dit moet hem zijn dan. Oei, ja, dat doet ze goed. En dan. Rosalie. En dit is Isra. Gaat ze weer het hakje geven? Dat is toch niet normaal wat ze doet daar? Dit is toch niet normaal? En nu, de counter. Ah, dat is Lina weer. Lina leest niet alleen boeken, maar ook de wedstrijd. En dan is het 7-0. Oei, 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 oei. Ze zijn monsters geworden. Dit is al de vierde wedstrijd op rij dat ze echt, echt heel goed spelen gewoon. Mooi gedaan. Dit is Isra. Wat een actie. Gaat schieten. Oei, 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 7-0. Hoi, Summer. Die staat vrij. Summer terug op Rosalie. Summer loopt door. Rosalie, links, rechts. Het maakt haar helemaal niet uit. Hetzelfde geldt voor Lina. Oeh, Summer gaat daar. Megan blijft rustig onder de druk. Julie wordt ingespeeld. Julie met achterstandbeen. Oh, dat moest toch die eerste goal zijn? Je gunt ze toch die ene goal gewoon. Summer. Oei, dit is gevaarlijk. Dit is Julie. En ja, dat is dus die goal. Nog 2 goals krijgen we shootouts. Megan? Ja, waarom niet? Waarom niet? Dit is Julie. Dit is Lina. Lina, Rosalie. Oh. Hoi. Oh, jammer. Megan, 7-1. Gaan jullie dit nog kunnen rechtzetten? We gaan proberen.
kijk, ja, je gaat niet zeggen we gaan opgeven. Nee. Nee, maar het wordt wel lastig. Mm-hmm. Gaan jullie iets anders doen? Ik denk dat we meer moeten bewegen. En ja, dat is het. Dan moet je wel tegen je team zeggen dan. We moeten meer bewegen. Ja. Joa, ze zeggen echt dat jullie met geluk 7-1 voorstaan. Wat is daarop jouw antwoord? Anders hadden ze die ballen toch nooit ingekregen. Anders hadden wij die ballen nooit ingekregen. We doen toch ook gewoon ons spelletje. Oké, okay, dan zeggen wij gewoon dat wij winnen met geluk en hun verliezen met geluk. Maar 7-1 is 7-1. Die is gek. Hey, we kunnen ook zeggen maar, oké, okay, zal ik jullie even wat zeggen? Ze hebben dat helemaal niet gezegd. Ik wil gewoon even jullie para krijgen. Ze hebben dat helemaal niet gezegd. 7-1 is 7-1. Weet ik, dat zou dus ook nooit zeggen. Dat snap ik wel. Huh? Nee, wat? Huh? Oh. Zo, een heel gemeen schot, Rosalie. Oh, dat doet ze wel netjes, hè? Hoi, dit is Isra, Rosalie. Ja, ja. Hoi, dit is Yara. Yara, redding van Joa. En Megan, vooral. Dit is Yara, terug op Megan. Megan kan ook altijd ingespeeld worden, ook al is ze keeper. Dit is Yara. Oh, redding van Joa. Oh, doelpunt verdiend door Rosalie. Megan. Steekbal. Julie. Come on, hey. Die moet zitten. Oh, 9-1 en we krijgen shootouts. Yara, ja. Volgens mij ben je op dit moment helemaal para. Ja. Daar is Joa. Ze verdedigt haar goal als een boa. Wat ga je doen? Scoren. Oké, klaar. Gewoon simpel. Ja. Yes, 15 seconden de tijd krijg je. Ja. Is langer dan je denkt. 3, 2, 1, kom maar. Oh, ik zei het al. Joa verdedigt en handhaaft haar goal als een... boa. Lina is geen ballerina. Een beetje tranquilo. Als ze deze scoort, is het finito. Mooi. 15 seconden tijd. 3, 2, 1, kom maar. Oeh, je heeft de bal nog. Nog 5 seconden. 4. Oh! En het is klaar. 10, 1. Ai. 10-1 is verdiend. Dat moet je me mee zijn. Ja, dat wel. Alleen is wel heel jammer. 10-1 hoefde niet. Nee. Ik wil wel dat jullie een applaus geven voor Megan. En ik ga jullie laten zien waarom. Nee. Megan stond af en toe in de regen. En kijk eens even hoe ze erbij. Jij hebt echt er alles aan gedaan om er meer tegen te houden. Helaas is dat niet gelukt. Dames, het wordt geen fijne reis. Helemaal terug naar Utrecht. Utrecht. Naar Groningen. Groningen is hoeveel uur rijden? 2,5, 3. Oké, okay, nou ja, dan zou ik zeggen, ga lekker onderweg alle afleveringen van Street Captains terugbekijken. Deal? Ja. Ik wist niet dat we bij de 10 waren. Ik dacht, toen ik had gescoord, dacht ik dat we 9 hadden. Ah, nee, was 9-1. Ja. Anders had ik wel een dansje gedaan. Ja, nou ja, je mag dit dansje nu alsnog doen. Toe, Zani! Yes, jullie hebben tot nu toe €300 verdiend. Als we doorgaan met deze serie, dan zijn jullie weer de Street Captains. Dus luister, begin te trainen. Ze zijn onverslaanbaar, ongenaakbaar. Zorg ervoor dat je elke dag op de pleintjes gaat trainen met deze afstanden, met deze regels. Ik wil ook dat alle pleintjes weer vol zijn. Weet je wat ik ook wil? Dat alle meiden lid worden van een veldvoetbalvereniging. Laat je inspireren door dit en schrijf jezelf in. Zijn jullie ready om de Street Captains te blijven in de volgende serie? Ik wil een ja of een nee horen. 3, 2, 1. Ja! Oké, dan is dat nu beloofd op beeld. We zijn snel, hopelijk, bij jullie terug. Ik zou zeggen, abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Ik wil nog een special shout-out doen naar ING Only Football voor het mogelijk maken van deze hele serie. Speciaal voor de meiden hebben ze dit gedaan. Do your thing. Kalma, kalma. Klik hier om te abonneren. Klik daar om de laatste video te zien. En klik daar om lid te worden van FC Straat. Toe, za. Nee.